Vroeger, toen de gulders nog van hout en de korrels nog van din gemaakt waren, ging ik nog wel eens naar een ver exotisch land op vakantie. Een van die landen waar ik geweest ben is India in de provincie Rajasthan. Terwijl we op een goede dag met twee jeeps door de woestijn vertrokken naar een lokaal afgelegen dorp, zoals je hier ziet in het midden van een totaal niet licht verveld gebied. Toen we dus met twee jeeps vertrokken naar een of ander dorp, moet je voorstellen ook zo'n dorp waarvan de muren van de huizen die waren gemaakt van klei gemengd met koeienstront. Echt briljant. Dus uur, anderhalf door die woestijn gereden te hebben, nog een lokale monsoon te hebben meegemaakt ook. Zoveel water had ik nog nooit uit de hemel zien vallen, dat was echt absurd. En fijn, dus na anderhalf uur of zoiets gereden te hebben, werden we heel vriendelijk opgevangen door de lokale bevolking. Je komt daar natuurlijk niet van Jan Doedel, dus na de nodige woestijnattracties gedaan te hebben, zandduinen gesurfd te hebben, kamelen gereden te hebben, de zonsondergang bekeken te hebben. En natuurlijk in de avond de curry's met de nodige kingfisherbieren gegeten en gedronken te hebben, was het weer tijd om terug naar het hotel te rijden met de jeeps. Moet je voorstellen, in een totaal niet licht vervuild gebied. Dus we vertrokken met de jeeps. Het zijn 10 minuten, 20 minuten. Op een gegeven moment stopte de jeeps. Ze zetten de motoren uit, zetten de verlichting uit, zetten de radio uit en zegt die, kijk eens omhoog. Dat was een partij sterren daar aan de hemel. Zoiets had ik nog nooit gezien. Het was bizar. De Melkweg kon je zien lopen. Misschien dat niet iedereen dat weet, maar de Melkweg is dus gewoon zichtbaar als het heel donker is. De kern van de Melkweg, die is uiteraard gewoon zichtbaar. Dat ding heeft ook licht. Dus en fijn, we praten nu over 2003 ongeveer. Jaren later, 2014 of 2015, ik ben lid van een fotografietips Facebookgroep. En ik zie een foto voorbij komen van een van de leden van het Andromeda-stelsel. En ik dacht bij mezelf, hoe is het mogelijk dat je dit kan fotograferen vanaf de aarde? Ik kon daar met mijn verstand niet bij. Eigenlijk achteraf gezien, als ik terugdacht aan die Melkweg, natuurlijk kan dat, want die dingen staan natuurlijk gewoon aan de hemel. Maar en fijn, ik vroeg me dus af, hoe doe je dat? Ik spreek die jongen aan via Messenger en ik vraag hoe hebben we dat gedaan. Hij heeft me alles uitgelegd, tot in de detail. Ik kan je vertellen. Een aantal nachten, een aantal avonden heb ik gewoon echt tot diep in de avond, diep in de nacht met hem zitten chatten. Met allemaal informatie binnen te halen. Zoveel mogelijk wilde ik ervan weten. Met ballen onder mijn ogen kwam ik op de zaak die dag erna. Maar dat geeft niet. Ik heb er wel een hoop van geleerd. Er was één ding wat me altijd bijstaat wat hij zei. En dat was, het is niet moeilijk, maar het is een extreem steile leercurve. En verdomd dat die man gelijk heeft gehad. Want ik zette dus de eerste avond mijn camera op het balkon neer, op statief met een 500 mm lens. En ik schieten. En dit was de foto die ik eruit kreeg. En ik dacht, merde, hoe kan dit nou? Ik zie helemaal niets op een paar puntjes na. Ik zie niets. Dus ik laat die foto aan hem zien. En ja, zegt hij, de eerste, je moet natuurlijk wel een doel uitzoeken. Je kan natuurlijk niet zomaar op de hemel gaan schieten. Maar je hebt die foto ook veel te donker gemaakt. Want een hoop data die zit in de verborgen stoppen, in de onderste paar stoppen. Maak die foto eens lichter, zegt hij. Dus ik doe dat en kijk eens wat er uitkomt. Ik zie daar gewoon ineens een sterhoop, zie ik staan. Dus, wat had ik daaruit geleerd? Dat onze ogen veel minder zien dan onze sensor van de camera. Die sensor legt vele malen veel meer dingen vast. Dat is natuurlijk een briljant gegeven om gebruik van te gaan maken. Ik ga hier jullie vertellen hoe je het Orionnevel kan fotograferen. De Orionnevel is dat ding helemaal rechts onderin. Dat beetje wat op een vogeltje lijkt. Dat is het Orionstelsel. Kan je vast vertellen, daar vlak boven zit de rennende man. En helemaal linksbovenin heb je de vlamnevel met een stukje paardenkopnevel. Maar het gaat nu om Orion. Die gaan we dus fotograferen. Wat heb je nodig? Een camera waarmee je de instellingen handmatig kan instellen. Dus de sluitertijd die je vraagt, maar ISO-waarde, etc. Een redelijk lichtsterke telelens.
ik heb gefotografeerd op 5.6 op 300 mm. Zelfs op 6.3 bij 500 mm heb ik gefotografeerd. En dat was daar al voldoende. Maar het liefst ga je zelfs lager qua diafragma. En de lens moet je natuurlijk handmatig kunnen focussen. Dat gaan we dadelijk zien wel. Je hebt nodig een, het liefst stevig, maar in ieder geval een statief. De afstandsbediening voor de camera, dat kan ook zijn een app op je telefoon. Dat kan ook als afstandsbediening fungeren. Je hebt later een computer of een laptop nodig met stacking software. Ik heb een betaalde variant van de stacking software. Die heet AstroPixel Processor. Omdat die gewoon vele malen meer kan. Maar als je net begint, kan ik me voorstellen dat je geen geld gaat uitgeven. Dan is een Deep Sky stacker is een gratis tool, welke nou, voldoende werkt. Mijn eerste foto's heb ik gemaakt met Deep Sky stacker. Je hebt bewerkingssoftware nodig. Ik werk met Photoshop. Ik ben niet voor niets Adobe Certified Expert Photoshop. Dus ik ken ook niets anders, ik wil ook niets anders. Maar als jij bijvoorbeeld met GIMP heel goed kan werken, moet je dat vooral doen. Ik werk dadelijk met Photoshop. En vooral heb je nodig een handjevol geduld. Heel belangrijk, de laatste. Je kan niet elke dag fotograferen. Het dient natuurlijk helder te zijn. Het dient ook donker te zijn. En dat klinkt raar, maar in onze steden barst het van de lichtvervuiling. Ga naar Rotterdam, ga naar Amsterdam, ga naar Utrecht, ga naar Leiden, het maakt niet uit. Kijk omhoog en je ziet alleen maar een paar sterren als het helder is. Gewoon een paar, je kan ze in feite met twee handen tellen. Meer zie je niet, want er is te veel lichtvervuiling. Die maan, die zorgt ook voor een hoop lichtvervuiling. Die kan het beste niet aanwezig zijn. Als de maan er staat, dat ding is echt waar, zo fel als een bouwlamp, dus weg ermee. Weinig wind moet er staan. Hoe harder het waait, hoe meer je camera dadelijk heen en weer gaat wiebelen. Vooral als je een niet heel erg stevig statief hebt. En al die factoren die ik nu opnoem, de luchtvochtigheid is er trouwens ook een van, maar die heb ik niet eens opgenoemd nu. Al die factoren die kan je bekijken in een app, gratis, voor op je telefoon, die heet Clear Outside. Dit is een printscreen van Clear Outside. Zoals je hier ziet, het is een nieuwe maan, dus de maan is er niet, helemaal perfect. Ook al had hij er wel geweest, had nog weinig uitgemaakt, hij had pas om 8 minuten over 7 in de ochtend opgekomen. Nou, dan hoop ik al lang op bed te liggen. Je ziet hier dat er 7% totaal bewolking is. Nou, dat is te doen. Die paar wolkjes die we voor ons doel gezien, die halen we er wel uit, die frames. De visibility is een 10, dat is helemaal perfect. Geen mist, de kans op regen is gewoon 0. De temperatuur in verhouding tot de luchtvochtigheid is perfect. Die luchtvochtigheid en temperatuur zijn belangrijk voor het douwpunt, zodat je geen beslagen lenzen krijgt. En Finn, alles is hier goed, dus gas eraan. We gaan dan voorbereiden. De voorbereidingen treffen. Een uur voordat het donker wordt, of een uur voordat je wil beginnen eigenlijk, moet je je spullen alvast buiten gaan zetten. Dus je camera op het statief, de lens erop, et cetera, et cetera. Want je moet je even voorstellen dat elk materiaal, dus glas, plastic, ijzer, alles wat je maar kan verzinnen, dat zet uit als het warmer wordt of krimpt als het kouder wordt. En omdat we dadelijk echt tientallen, honderden foto's misschien wel gaan stacken, willen we geen afwijking in de foto's hebben. Ze moeten allemaal hetzelfde zijn. Want je kan je voorstellen, als je lens krimpt, gaat je focus afwijken. Je brandpunt gaat net iets afwijken. Het scheelt allemaal maar een millimetertje, maar dat is voldoende om die stack dadelijk in de war te gaan gooien. Dus laat alles acclimatiseren op de temperatuur. Kies, als het kan, een zo donker mogelijke plek. Ik heb het vanuit mijn tuin in de Randstad gedaan. Het is mogelijk, het liefst doe je het zo donker mogelijk. Want we gaan echt fotonen vangen. Hoe meer fotonen je kan vangen, hoe beter. Er is een site, de Light Pollution Map. Daar kan je zien waar het heel erg donker is. Ook in Nederland is er één plekje, ergens in Groningen bovenaan. Alsjeblieft, hou rekening. Sommige natuurgebieden, waar het heel erg donker kan zijn, vooral, is het vaak verboden om je te begeven na bepaalde tijdstippen. Doe dat dan ook niet. Behoud
de natuur, het respect. Maar wat ik al zei, de foto die ik laat zien, die is gemaakt in de Randstad. Dus het is wel degelijk mogelijk. Die lichtvervuiling, waar ik het over heb, die is heel netjes vastgelegd ook in een korte film gemaakt door de timelapse-fotograaf Shirjan Murali. En zoals je dus ziet, hoe donkerder het is, hoe meer je van de hemel ziet. In de stad zag je helemaal niks en later, waar het totaal donker was, zag je alles optimaal. En dat is dus de kracht van de lichtvervuiling, of eigenlijk de negativiteit van de lichtvervuiling. Dus, onze instellingen. Het liefst zetten we die camera in rol. Ik doe vaak RAW plus JPEG, dus simpelweg omdat de JPEG's omdat die sneller laden in mijn computer. Dus ik kan ze sneller selecteren. Maar voor de stack gaan we RAW gebruiken. Want RAW bevat echt waar vele malen meer informatie dan JPEG. Moet je even voorstellen, een JPEG die heeft 3 kanalen, RGB, rood, groen, blauw. Elk kanaal heeft 256 posities. 8 bit is dat. Een rol heeft al snel 14 bit. Dat betekent niet, nou laten we even makkelijk zeggen 12 bit. Dat betekent niet dat 8 tot 12 is anderhalf keer. Nee, elke bit is een verdubbeling van de informatie. Dus waar 8 bit 256 positie is, is 9 bits 512. 10 bits 1024. 11 bits 2048. 12 bits 4096. Dus, en dat dan nog eens, maar 3 kanalen. Dus 4096 tot de macht 3. Snap je hem? Het gaat dus echt om onwijs veel meer informatie. En dat is echt belangrijk, want die dynamiek hebben we dadelijk echt nodig. Zet je camera op de M-stand, manueel. In de burst mode, of continuous shot.
als het mogelijk is en je camera heeft de optie om silent burst mode te doen, doe dat zeker. Want met de silent burst mode gaat je spiegel die klapt omhoog en die blijft omhoog staan. Zolang die aan het schieten is, die honderden shots. Die beweging van die spiegel, dat scheelt je gewoon weer een trilling in de foto. Simpel zat. Het diafragma gaan we helemaal openzetten. En wees niet bang. Een hoop mensen zeggen ja, maar mijn lens en ja, maar niet scherp. En ja, scherpte, diepte en moeilijk, ingewikkeld, gematigde aberratie. Onzin. Zet hem zo open mogelijk. We moeten fotonen vangen. En elk tikje dat je hem dichter doet, haal je minder fotonen binnen. Scherpte, diepte heb je toch niet op die afstand. Ik heb ooit eens berekend, stel je voor, we zouden een F1 lens hebben, die bestaan trouwens, maar we zouden hem hebben. En we richten hem op de hemel. Dan heb je van 10 kilometer hoogte tot oneindig is alles scherp. Dat is gewoon de scherpte diepte. Dus onzin, scherpte diepte hebben we geen last van. De vignetting en de vervorming, die gaan we dadelijk corrigeren aan de hand van compensatieframes. Chromatische aberratie, ja, elke lens heeft CA, dus helaas pindakaas, moet je maar een goede lens kopen. Zet je diafragma maar gewoon helemaal open. ISO, die mag lekker hoog. Ik zeg hier 1600, maar ik heb zelf al eens op 3200 geschoten, dat is niet vreemd. Want het vangen van licht is, of nou ja, met ISO hoger zetten vang je eigenlijk een licht, maar je versterkt het licht. Het is belangrijker dan je ruis. Maar ga zeker ook niet te hoog, want wat ik al zeg, het moet weer geen grindplaat worden. Zoom in tot waar je hem hebben wil. Wat ik vaak doe, ik richt hem op doel. En als ik het doel zie, dan ga ik inzoomen een stukje verder. En dan is het doel weer het midden, weer een stukje. En zodoende kruip ik zeg maar naar mijn doel toe. Dus zoom in tot het brandpunt dat je hebben wilt. Let wel op, hoe meer je inzoomt, hoe korter dadelijk je sluitertijd gaat worden. Focus moet in orde zijn. Ik doe eigenlijk, is dit de volgorde niet helemaal goed, vaak doe ik eerst de focus. Ik mik eerst op een hele heldere ster en dan, dan zoom ik zo ver mogelijk in. Dan focus ik hem. En als de ster dan zo klein mogelijk puntje is, dan is die in focus. Dan pas ga ik naar mijn doel toe, maar enfin. Dus met de focus, zorg als je... Als je live view hebt, dat is echt een ideaal iets, want door die zoeken zie je het toch niet, die sterren. Als je live view hebt, gebruik dan die digitale zoom ook om zo ver mogelijk nog eens digitaal in te zoomen. Want hoe groter je puntje van je ster wordt, hoe fijner je kan focussen. En dan komt de sluitertijd. En die is echt belangrijk. Hoe langer je sluitertijd, hoe minder ruis je gaat krijgen. Dat is een lastige wiskundige formule, dat maakt niet uit. Hoe langer je sluitertijd, hoe minder ruis. Maar, hoe langer je sluitertijd, hoe meer de sterren gaan bewegen. Althans, de sterren bewegen altijd. Maar omdat die aarde met, 1760 km per uur onze as draait, zoiets, krijg je dus strepen met de sterren. En we moeten onze sluitertijd dus exact gaan uitrekenen wat ons maximaal te nemen sluitertijd is. Stel je voor, we hebben een 24 megapixel camera. Dan heb je een toverformule die heet de 600 formule. Dat is 600 gedeeld door je focal point, door je brandpuntafstand, gedeeld door je kropfactor. Nou, ik heb hier een Canon 750D gebruikt, die heeft een kropfactor van 1.6. Ik heb op 300 mm geschoten. Dus 600 gedeeld door 300 gedeeld door 1.6 is 1.25. Nou, dat kunnen we niet instellen. Dus ik ga liever dan ietsje lager dan hoger. Dus ik zet hem op 1 seconde maximale sluitertijd. Wat ik al zeg, ga daar niet overheen. Krijg je bewegingsonscherpte en stersporen. We gaan er dus ook niet te veel onder zitten. Dat kost je fotonen. En dus ruis. Nou, we hebben alles in beeld. Alles is klaar. Alles helemaal casie. Zorg dat je doel op ongeveer een kwart van het midden afstaat. Want je doel gaat dadelijk bewegen. Gaat door je beeld heen kruipen. Dus we gaan schieten van een kwart, laten we zeggen van de linkerkant tot een kwart, tot laten we zeggen de rechterkant.
shoot, achter elkaar, klik, 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 achter elkaar foto's maken. Zeker een foto op 100. En het liefst nog meer. Want dadelijk gaan we stekken. En stekken is het stapelen van foto's. Hoe meer foto's je in de stek gooit, hoe minder ruis je dadelijk gaat krijgen. Dus zowel de sluitertijd als het aantal frames is belangrijk voor je ruisreductie. Als we klaar zijn, gaan we de foto's stuk voor stuk bekijken. Want er zullen echt wel foto's tussen zitten die zijn bewogen door de wind, omdat je statief heen en weer beweegt. Of er zit een wolk voor je, of de dit, of de dat. Dus die foto's die gaan we stuk voor stuk bekijken en alles wat slecht is, en wees daar echt gewoon secuur in. Doe liever een paar foto's minder dan eentje die slecht is. Gooi die gewoon weg. Hoppa. Hier. Nou, dit is wat ik nu gebruik. Gewoon even een tussendoor fotootje. Ik zeg net, met een statief heb je de 600 formule. Ik heb daar geen last meer van. Ik heb een speciaal statief die met de draaiing van de aarde meedraait, of tegenin, wat je het noemen wilt. Daardoor kan ik echt wel sluitertijden van een paar minuten halen. En met deze telescoop, 760 mm, 5 minuten, dat is best wel hoop. Dat is best wel vet. Dus, dit zijn de mogelijkheden die je zou kunnen schieten met zo'n apparaat als wat ik heb. Haha. Hoewel een aantal van deze, die zijn ook echt wel op statief te doen. Kijk naar die Orionnevel bijvoorbeeld. Andromeda, die is ook wel te doen vanaf statief. En er zijn nog wel een paar meer dingen. En film. Als we dus alle foto's geschoten hebben, is dit een van die subframes. Die zou er zo uit kunnen zien. Je ziet hier dus Orion. Zie je al zitten. En je hebt een hele bruine achtergrond. Dat bruine komt vanwege de lichtvervuiling. Kan komen door de lichtvervuiling. Ook de vocht in de lucht kan hiermee te maken hebben, et cetera. Maar die lichte achtergrond, dat is in ieder geval lichtvervuiling. En dat is dus wat je gaat krijgen. Je duwt dus in feite een hoop data weg. Stel je voor dat het nou puur zwart had geweest. Had je later veel meer met deze foto gekund. Maar goed, dit is dus, kan dus een enkele frame zijn. Die lichtvervuiling die we hier vastleggen, wat ik al zei, die zorgt dus ook dat we minder details in de foto krijgen. Simpel zat, als iets minder licht is dan de lichtvervuiling, dan zie je het niet meer. Maar vanwege die lichtvervuiling, zoals je hem net al zag in die frame, ben je dus ook geneigd om die achtergrond donkerder te maken. Want die bruine achtergrond, dat is geen hemelachtergrond, dus dat wil je donkerder maken. Daarmee druk je dus ook weer kostbare data weg. Want die data die zit daar gewoon in de buurt. Die maak je dus ook donkerder. Dus die lichtvervuiling zorgt er ook voor dat je veel meer signaalruis in die foto terechtkomt. Wat ik al zei, er is haast geen donkere plek meer in Nederland, mensen. Het is er gewoon haast niet meer. Hier, kijk naar de aarde. Europa, het is gewoon één grote lichtvlek. Noord-Amerika en hier Japan en wat heb je daar allemaal. Het is één grote lichtvlek. Zoom in op Europa. Kijk naar Nederland, kijk naar Engeland, kijk naar Italië, gewoon België. Hier kijk Frankrijk, Parijs, je ziet hem gewoon zitten. Het is gewoon heel erg licht vervuild. Dit is een foto gemaakt door André Kuipers vanuit de IES. Dit is Nederland en België. Kijk hier wonen wij in Nederland. Het doet gewoon pijn in mijn ogen, zo fel is het, dat licht. En daarom ook dat er mensen zijn die net een stapje verder gaan dan wij met ons statief in de achtertuin. Die hebben bijvoorbeeld een stukje observatorium gehuurd in, noem maar land, Spanje. Die hebben daar hun eigen montering neergezet, hun telescoop aangehangen, de camera erop. En die kunnen dat ding vanuit thuis, vanuit remote, zoals het heet, bedienen. Een van die mensen is Arie Nagel, sinds 1968 actief in de astronomie. Nou Arie, je hebt vast wel die mozaïek gezien van André Kuipers, die gefotografeerd heeft vanuit de IES.
Als je dat ziet, de hoeveelheid lichtvervuiling die hier in Nederland en in heel Europa heerst, kan het dan volgens jou wat minder? Er is nog ruimte voor, ja, om het minder te laten zijn. En daar hoef je niet voor in de ruimte te kijken om te zien dat het hier te bar en boos is. En het is, tenzij van wolken houdt natuurlijk. En of van onweder, zoals Bert van Dijk. Ja, dan is het natuurlijk een walhalla hier. Maar het is niet voor niks dat wij naar verre oorden zijn gegaan om te fotograferen. De remote heet dat. En kijk, in het begin, ik wel tientallen jaren geleden, toen kon ik thuis nog de Melkweg zien. Maar mensen die zijn kennelijk bang in donker geworden. En hebben misschien ook wel meer geld om een lichtapparatuur te kopen. Maar tegenwoordig zie je nauwelijks nog een paar sterren. En dat is, tenzij het bewolkt is, maar dan zie je alleen maar wolken. En dat is ook niet de bedoeling natuurlijk. Dus op een gegeven moment, na jaren ploeteren, hebben we er toch met de zoute schoenen aangetrokken en dan zijn we naar Spanje toe gegaan. En mijn vriend Erwin van de Heuvel die heeft mij overgehaald. En ik denk, nou, dat is een aardige vent, dus als ik het daarmee kan doen, dan prima. Nou, een hele avontuur natuurlijk, want je weet niet wat je daar aantreft. Het enige wat je weet is dat het toch wel wat geld kost. Niet alleen de apparatuur kopen. Je moet natuurlijk een goede montering hebben. Een robotic montering, zo gezegd. En heb je die niet, ja, dan doe je niks op die afstand. Aan de andere kant is het ook heel simpel, remote. Want in feite wat je doet is, je neemt de computer die de boel bestuurt daar, die neem je thuis over. Simpeler kan ik het niet vertellen. Dit heeft jou overgehaald om naar Spanje toe te gaan, dat de Melkweg niet meer zichtbaar is. Wat zijn er een paar avonturen die je daar hebt meegemaakt? Dat je denkt van, dit is toch wel heel apart geweest. In Spanje bedoel je? Ja. Nou, eigenlijk ging alles van een leien dakje. Het is een godswonder, en dat zeg ik dan als atheïst, dat je een... We hebben de boel daar neergezet 5 jaar geleden. September 2012, om precies te zijn, hebben een kusje gegeven en het loopt nog steeds. Ja. Ook dankzij de mensen die daar heel goed hun werk gedaan hebben, want als er een kabeltje los was, dan was dat geen probleem, dan maakten ze dat gewoon. Mijn vrouw die vroeg wel eens in het begin, is dit nou leuker dan hier in Nederland fotograferen? Ik zei, nee, dat niet. Want dan moet je denken aan dat je in het donker staat, in de vrieskou, dat je een uil hoort en dat je geluiden hoort, de nachtgeluiden enzovoort. Die mis ik ontzettend. Ik zeg, nee, leuker is het niet, maar wel vaker. De compensatieplaten, daar had ik het er net al over. We moeten namelijk een manier gaan verzinnen om de ruis te gaan onderdrukken. Vroeger, in de tijd van de natte film, toen werd de DIN of de ASA, of later de ISO, dus de lichtgevoeligheid, die werd bepaald door de grootte van de korrel van de film. Hoe groter de korrel, hoe meer licht er tegelijkertijd in kon. Dus hoe lichtgevoeliger, maar ook hoe korreliger de film, want hij is groter, logisch. Vandaag de dag, maar digitaal, is het niet zo dat als je de ISO hoger zet, dat de pixel dan groter wordt, want we hebben nu pixels en geen korrels meer. Dus men moest een andere manier gaan vinden om de film lichtgevoeliger te maken. Vandaag de dag wordt gebruik gemaakt van een gain en niet meer van een ISO. Want ISO bestaat niet meer. Onthoud dat goed. Een gain is een voorversterking van de amplitude van de golf. Oftewel een voorversterking van het signaal gewoon. Voordat deze de bewerking unit in wordt gestuurd. We hebben geen korrels meer, ISO-waarde dus. We hebben alleen maar pixels. En dat signaal wordt voorversterkt voordat hij je camera in wordt gestuurd. Dus stel je voor, we registreren een kwart, 25% rood. We zetten de ISO dan 1 stop hoger. Dan doet hij die kwart, doet hij maal 2, is dus 50%.
50% rood wordt de camera ingestuurd. Zo simpel als dat is het. Dat betekent dus ook dat de ruis meer de bewerking in wordt geduwd. Dat is dus ook een nadelig feit ervan. We moeten een aantal dingen gaan compenseren. De vignetting had ik het helemaal in het begin over. Want door die lage diafragma heb je dus ook meer vignetting. Ook stofjes op je lens, op je sensor, al dat soort dingen. Al dat soort dingen die moeten we gaan compenseren. De ruis, waar ik het net over had, die moeten we ook gaan compenseren. En het vervelende is, we hebben 3 verschillende soorten ruis. Even los van de hot en de cold pixels. Je hebt de leesruis. Dat is de ruis die je krijgt als je de ISO, ofwel de gain, hoger zet. En het mooie is, dat is een constante waarde. Een vast patroon op je sensor. Elke ISO-waarde, elke sensor heeft bij een bepaalde ISO-waarde een bepaald patroon. Het fijne daarvan is dat je dus ook die ruis kan fotograferen en later van je foto af kan trekken. Je hebt dark current noise, DC-ruis. Daar hebben jullie dadelijk iets minder mee te maken. Die komt vooral voor als je minuten shots neemt. Maar met 1 seconde shots heb je amper met DC-ruis te maken. Maar toch even uitleg, dat is een langzame gestage ophoping van elektrische lading in de pixel als gevolg van lekstroom. Alles in de elektronica lekt elektriciteit. Alles. En die varieert trouwens ook met warmte. Sterker nog, zo'n pixel die zou door die lekstroom, als je een lang genoeg shot neemt, helemaal kunnen verzadigen, waardoor je uiteindelijk een hele witte foto overhoudt. Dat is wel een leuk wetenswaardigheidje. En we hebben signaalruis. En die is iets vervelender. Want licht is namelijk, hier staat stochastisch, dat betekent willekeurig van aard. Het is niet te voorspellen. De ene keer schiet de fotoon die kant op, de andere keer die kant. En dan is 1 fotoon later dan de andere. Het is niet te voorspellen. Ze komen dus niet gelijkmatig binnen. En dat zorgt dus voor de ruis. Alles wat een signaal is, heeft ruis. Kijk maar eens naar je televisie van vroeger, zo'n beeldbuis tv. Dat is ruis. Of je radio, hetzelfde verhaal, dat is gewoon ruis. Even een leuk wetenswaardigheidje. Ik heb het net over de beeldbuis, die televisie. Het meeste van die ruis is afkomstig van Jupiter, trouwens. We gaan het dus nou compenseren door compensatieplaten te schieten. We beginnen met de vignetting. Die is heel eenvoudig teniet te doen door flat frames te schieten. Een flat frame is in feite een foto van het licht, waarbij je dus de vignetting meeneemt. Want als je een hele felle lamp of iets heel fels voor je lens houdt, fotografeer je dus in feite alleen de vignetting en de stofjes en dat soort dingen. Dus wat doe ik? Zonder het diafragma, zonder de brandpunt en zonder de focus en zonder de ISO te wijzigen, hang ik een wit t-shirt voor de lens en ik stop een egale lichtbron, duw ik daar tegenaan. Ik open bijvoorbeeld kladblok, oftewel notepad op mijn laptop, vol scherm, duw hem er tegenaan. Let trouwens op, de meeste lenzen als je iets er tegenaan duwt, dan verplaats je de focus of het brandpunt. En als dat gebeurd is, dan hou maar op. Dan kan je net zo goed geen flat schieten. Want ze moeten exact in dezelfde settings staan als je foto's. Ik maak 1 foto in de AV op elkaar kennen. In de A-mode geloof ik op je Nikon. Dus de diafragma voorkeurstand maak ik 1 foto. Daarmee berekent hij dus welke sluitertijd die moet nemen om een exact grijs plaats te krijgen. En daarna zet ik hem weer in manual, stel ik die sluitertijd in en ik maak zoveel mogelijk frames. En die zien er dan ongeveer zo uit. Dit is zo'n flat frame. Nou, je ziet hier rechts bovenin, zie je een klein beetje die vignetten lopen als je goed kijkt. Hier rechts onderin zie je een zwart puntje. Nou, dat is een beschadiging op mijn sensor. Mijn camera die is gemodificeerd om infrarood te kunnen fotograferen.
Dus die infraroodfilter is van de sensor afgehaald. Daarmee is er een kleine beschadiging opgekomen. Niet erg, hij zit toch rechts onderin. Dat knip ik er toch af bij zo goed als elke foto. En Finn, dit is zo'n flat frame. Laserruis. Die is ook eenvoudig te filteren door BIOS frames te schieten. Dat is dus een foto van de ISO-ruis. Dat doen we door de lensdop op je lens te doen. De ISO niet te wijzigen, want we willen juist het patroon hebben bij die ISO-waarde. En dus zo snel mogelijk sluitertijd te selecteren. Waarom zo snel mogelijk? In verband met die dark current noise, die lekstroom, weet je wel. Door zo snel mogelijk sluitertijd te schieten, heb je zo min mogelijk last van die lekstroom. Dus je fotografeert echt alleen de ISO-ruis. Zo'n foto ziet er dan zo uit. Het verbaast je niet, puur zwart. Maar, heel stiekem, ziet hij eigenlijk veel meer informatie in dan dat je zou denken. Kijk maar eens als we hem extreem oplichten. Dit is mijn Canon 50D bij ISO 100. Zou je zeggen, ja, had je maar een Canon moeten nemen. Nou, ik denk, ik kop de grap vast in. Dit is mijn ruispatroon bij deze ISO-waarde, bij deze camera. Bij deze sensor. Let wel, de 50D. Het is niet zo dat elke 50D bij ISO 100 hetzelfde patroon heeft. Nee, de ene sensor die is op vrijdag gemaakt en de andere op dinsdag en de andere op januari. Dus elke sensor is anders. Dus fotografeer zoveel mogelijk van deze frames. Ik gebruik 500 frames hiervoor. Het mooie is, die frames die kan je zeker wel een jaar bewaren. De ruis die verandert niet veel op je sensor. In de loop van de jaren een beetje als je sensor wat defecter raakt en ouder raakt. Maar in principe verandert die niet. Goed. Die DC-ruis. Die kan je nemen. Jullie denk ik hoeven het niet te doen met 1 seconde shots. Maar stel je voor je wil het toch doen. Zonder die ISO te wijzigen en zonder te sluiten, de sluitertijd te wijzigen. De lensdop erop. En weer zoveel mogelijk foto's. Let op, als je die maakt, doe het op dezelfde dag als dat je je foto's geschoten hebt. Dezelfde omgeving zelfs. Want de omgevingstemperatuur die is ook erg belangrijk met deze compensatieplaten. Dan ziet zo'n foto, als we hem weer extreem oplichten, er zo uit. Ongeveer hetzelfde als met die ISO-ruis, met die BIOS frames, alleen een iets ander patroon. Zie je trouwens die witte puntjes hier zitten? Dat zijn nou je dead pixels. Je dode pixels die worden ook opgeslagen door zo'n programma en aan de hand van een bad pixel map. Dat bad pixel map ziet er dan weer zo uit. Gaan we extreem inzoomen, want je ziet eigenlijk niet zoveel. Zie je hier op een paar plekken zie je een paar van die kapotte pixeltjes zitten. Zo'n bad pixel map is dus heel erg handig om ook af te trekken later van je eindresultaat. Dat wordt allemaal door die stacking software gedaan, dus hoef je niet druk om te maken. En de signaalruis moeten we gaan compenseren. En dat is wat ik zei al een heel stuk lastiger. Omdat signaalruis willekeurig op je sensor valt, dus geen patroon heeft, kan je hier dus geen correctieprofiel voor maken. Helaas. Maar er is wel een andere oplossing. En dat is stacken. Het opstapelen van frames. En dan van allemaal dezelfde pixel in een cilindervorm, zeg maar, een gemiddelde te nemen. Zou je zeggen van, ja, maar ons doel beweegt van links naar rechts, bij wijze van spreken. Dus niet elke pixel die valt onder elkaar. Dat is correct. Hij kan dan weer gebruik maken, dat doet je stacking software, aan elkaar te laten passen, passend te maken. En dan berekent hij in die cilinder het gemiddelde van al die pixels. Kan je voorstellen dat als je 100 frames onder elkaar hebt, 100 dezelfde pixels op dezelfde plek, en 2 ervan bevatten ruis, nou, dat is dus 1 op de 50 bevat ruis. Kan dus mooi uitgemiddeld worden, zoals dat dan heet. Door het gemiddeld te nemen, duw je dus in feite die ruis weg. En dat is echt prachtig. Om je te laten zien wat er gebeurt. Die bovenste rij, dat is een enkele frame.
Dit is wel een extreem voorbeeld trouwens, met een signaal tot ruisverhouding van 1 op 1. Als we vier frames pakken en we gaan stekken, dan halveren we al de ruis. Doen we weer maal 4 platen, doen we het nog een keer halveren, et cetera, et cetera, et cetera. Tot je hier onderaan, bij 4000 frames, zie je gewoon geen ruis meer. Dus het heeft echt zin om zoveel mogelijk platen te schieten. Nou, dit is Deep Sky stekken. Ik ga hier niet al te veel over zeggen. Laat die platen in. Zet deze instellingen. Druk next finish. En gas en raam is het in feite. En dan komt er dus een plaat uit. Dit is een van de gestekte platen. En even zeggen trouwens dat dat bruine frame wat je eerst zag was een 5 minuten shot met een gemodificeerde camera. Want die oude data die heb ik gewoon niet meer. Toevallig deze screenshot nog wel. Maar dit is dus een screenshot van 1 seconde shots. Sterker nog, voor mij is het 0,6 seconden deze shots. 1000 frames heb ik hier geloof ik gestekt. Dan krijg ik dit resultaat. Ik heb hem al iets opgelicht. Ik heb er al iets clarity in geduwd. Ik heb de witbalans al op elkaar gezet. Het histogram. Gezorgd dat die op elkaar staat. Dus dan is de witbalans goed. En dan is dit het resultaat. Nou, en dan ga ik je nou laten zien hoe ik de Orion bewerk. Zojuist hebben we de Orion nevel gefotografeerd. Meerdere foto's. Die meerdere foto's hebben we gestekt. Tot een eindstek, een eindplaat. De bedoeling is nu dat we de output van die stek in Photoshop gaan oprekken. De nevel gaan we oprekken, waardoor die er lichter uitkomt. Maar wel op zo'n manier dat de achtergrond niet extreem wordt meegerekt en de ruis ook extra zichtbaar wordt. We beginnen uiteraard door de Orion nevel, de output van de stack, dat is deze plaat, in te laden in Photoshop. Dit is een TIFF-vuil. TIFF is simpelweg altijd je foto opslaan uit de stack als TIFF. TIFF heeft namelijk dezelfde kwaliteiten als een rolvuil. Nou zal de stack software, Deep Sky Stacker, zal vragen om de foto 8-bit, 16-bit of 32-bit op te slaan. Sommige stacking software kan het zelfs 64-bit. Hoe hoger de bitrate, hoe meer je er mee kan in een bewerking. Echter, Photoshop is beperkt tot 16-bit. Hij kan 32-bit platen aan, maar er is bijna geen filter wat met de 32-bit overweg kan. En de 16-bit platen, nou, er zijn maar een paar filters die daar niet mee overweg kunnen, maar die gebruiken we toch niet. Dus voor Photoshop is de hoogst mogelijk haalbare kwaliteit 16-bit. Ik sla hem vanuit de Deep Sky stekker ook op als 16-bit. Deze foto laden we simpelweg in Photoshop. Hier hebben we hem. Dus op zich eigenlijk niet eens al een slechte output. Maar we kunnen hier wat mee. Ik druk even op Ctrl 0. Dan wordt die canvas vullend. Het eerste wat ik ga doen is, je ziet dat hij er een background layer van gemaakt heeft. Dat vind ik niet mooi. Ik ga hier de naam van het volledige bestand neerzetten. Ik maak hem ook nog eens grijs. Ik ben helemaal gek op kleurtjes en naamgevingen in lagen. Dat moet je zelf weten of je het wil doen of niet. En Finn. Dit is de foto. Het eerste wat we zien is dat we hier hoeken hebben. Dat komt omdat deze foto heb ik in meerdere avonden geschoten. Zoals je hier kan zien. Avond 1. Avond 2. En iets van avond 3. En elke avond stond mijn kijker net een tikje anders dan die avond ervoor. En Orion die verplaatst zich ook over de hemel gedurende de dagen van het jaar. Dus elke keer staat hij op een net iets andere plek in de foto. En de stack software houdt daar rekening mee. Die plaatst in feite alle platen op elkaar, zodat alle pixels alle pixels van het onderwerp op elkaar staan. Dus dan krijg je dus dit soort mozaïeken. Hier kunnen we niets mee met een bewerking. Dus dit moeten we eraf snijden. Dus ik ga hier naar de crop toe.
eerste wat ik doe is clear ratio, want de ratio hebben we nu nog iets aan. En we gaan dit knippen. Nu weet ik, omdat ik deze plaat eerder geknipt heb, dat deze hoek de beste hoek is om in te snijden. Maar dat moet je zelf even met je eigen plaat zien te achterhalen. Nu even Ctrl-0. We zijn er nog niet, want als ik eventjes de boel oplicht, zie je dat hier rechtsonder eenzelfde soort hoek zit. Dus ook deze knippen we eraf. Hetzelfde verhaal met die andere. Ik weet dat het hier goed zit. Dus dit knippen we eraf. Nou, dan leg ik hem eraf. Hoppa. Weer Ctrl-0. Ja, heerlijk. Nou, dit is de gekropte plaat. Dat was het eerste wat mij opviel. Het tweede wat mij opviel, valt, is dat er een hoop onderdelen overbelicht zijn. Kijk bijvoorbeeld eens aan deze kern. Die is veel te wit. En deze ster veel te wit. Dat witte moeten we eruit zien te krijgen. Ik werk altijd non-destructief. Dat betekent dat ik nooit op de foto zelf ga editen. En dat doe je door rechtermuisknop op de laag Convert to Smart Object. Als je er een smart object van maakt, dan kan je filters toepassen zonder dat ze ook daadwerkelijk op de foto worden toegepast. Dat klinkt raar. Maar daarmee wordt bedoeld dat je een filter eigenlijk als laag bovenop de foto plaatst. Wordt je rendering wel enorm trager van, want elke keer moet hij opnieuw gaan berekenen wat de foto zou gaan worden. Maar het zorgt er wel voor dat je nooit geen data verliest. Nooit geen is dubbel ontkenning, maar in ieder geval dat je nooit geen data verliest. Dit maak ik weer grijs. Dat is mijn manier van werken. Dat wit ga ik eruit halen, simpelweg door een camera rolfilter. Voor de meeste fotografen die werken in Lightroom, camera rolfilter is eigenlijk hetzelfde als Lightroom, alleen de grafische interface is iets anders. Maar die kan exact hetzelfde. Ik heb hier 2-3 hoekjes aangevinkt. Ik zal even laten zien, als ik ze uitvink, dan gaat dat rode gaat weg. Dat rode laat hier zien het onderdeel wat overbelicht is. Kijk maar, als ik het exposure omhoog gooi, dan ga ik meer overbelicht. Dit gedeelte laat zien wat onderbelicht is. Kijk maar, als ik hem omlaag gooi, dan zie je niks, maar enfin, dat wordt dan blauw. Dus door deze drie hoekjes aan te vinken, kan je dus precies zien op welke plekken er iets overbelicht is. Ik zie hier dus het wit. Nou, het wit, dat trekken we er gewoon simpelweg uit. En alles wat niet nodig is om eruit te trekken, doen we ook niet. Dus, kijk, hier komt hij. Dan ga ik even met de hand doen. Oh, hier nog een stukje overbelichting. Eén puntje. Hoppa, weg is die. Min 70 in het wit. En je ziet dat de foto gelijk al. Doe nou render. Gelijk een stuk beter zichtbaar wordt. De kern in ieder geval. Het volgende wat ons opvalt is dat er een gradient door het beeld loopt. Hier van rechtsboven naar linksonder. Hier is het licht en het loopt langzaam zo naar donker. Dat komt door de lichtvervuiling. Even voor jullie info, ik woon vlak naast de Shell, dus kan je nagaan wat voor een lichtvervuiling ik hier heb. En als je bedenkt dat de foto eigenlijk zo gefotografeerd is, zoiets dergelijks, dan kan je dus voorstellen dat hieronder heb je de Shell en hierboven is de hemel een stuk donkerder. Maar de foto, ik wil hem zo hebben, dus ik draai hem ook zo. Maar dus dit gedeelte is de lichtvervuiling van de Shell en hier wordt het donker. Hier moeten we iets mee, want dit kan je zo niet bewerken. Er zijn allerlei trucken voor. Die zal ik je hier niet laten zien, want die zijn gewoon te gecompliceerd. Er is ook een filter voor. Koop die. Simpeler dan dat kan ik het niet zeggen. Koop het filter. Het filter heet... Het is van RC Astro en heet Gradient Exterminator. En ik ga je nu laten zien hoe het filter te gebruiken. In eerste instantie
moet de foto moet gerasterd zijn. Dus ik maak er een kopie van, doe een rasterijs layer. Noem het dan Gradient Exterminator 1. Want we gaan hem zeker toepassen voor jullie info. We moeten nu gaan de nevel gaan selecteren. Want die willen we niet meenemen in met het filter. Dus een klein hulpmiddeltje. Ik zal hier een levelslaag om dit iets lichter te maken. Iets donkerder. Dan kan je net iets beter zien waar die nevel loopt. Dus op zich wel. Ja, zo. Okay. Ja. Ik zorg dat dit op Add staat. Dus als ik nou twee keer zo doe, dan worden er twee verschillende rondjes. Ik kan ook hier op Distract. Als ik dan zo doe en ik doe dan nog een keer zo, haalt hij dat eraf. Dat zijn allerlei verschillende methoden om selecties te kunnen maken. Ik zet hem hier op Add, want we gaan twee verschillende selecties maken. In eerste instantie zien we hier de rennende man. Een beetje zo grof eromheen. Het hoeft niet heel strak. En we gaan de Orion nevel. En je ziet echt, daaromheen zie je echt al dat er heel veel nebulosity heet het dan, neveligheid zit. Je moet goed kijken, maar ik weet dat het er zit, dus ik knip dit ook gewoon zo uit. Kijk eens, we hebben nou een simpele selectie van de twee nevels. Die doen we opslaan. Die noem ik dan Gradient Exterminator. Zo. Deze kan weg, die levelslaag, want we gaan hem op deze laag toepassen. We gaan alles, het filter toepassen op alles behalve de nevel, maar we hebben dus nu de nevel geselecteerd. Dus we kunnen simpelweg naar Select Inverse of Shift Control I. Dan zie je dat hij nu de buitenrand ook selecteert. Dus alles is nu geselecteerd behalve dit gedeelte en behalve dit gedeelte. Nou, naar filter. Gradient Exterminator. De eerste keer zetten we hem op Detail Medium en Aggressiveness Low. Okidoki. En wat gebeurt er dan? Je ziet dus dat de lichtvervuiling, de gradient, een stuk netter wordt verdeeld nu. Ctrl D om de selectie ongedaan te maken. Dit ziet er al een heel stuk netter uit. Vind je? Dan doen we een Ctrl J, een kopie van de laag. Want ik ga deze nog een keer toepassen. En waarom doe ik dit niet in een smart object? Dit filter kan niet in een smart object gebruikt worden. Helaas pindakaas. Dus ik maak gewoon kopieën van rasterijst objecten nu. De volgende die we doen is met het toverstafje selecteer ik alle interstellaire ruimte. Dus alles tussen de sterren in. Ik zet hem op tolerance 34. Hij heeft nu alles geselecteerd behalve de felle sterren. Nou, dat is precies wat we willen hebben. Maar we zitten hier nog met een stuk nevel die we ook buiten de selectie willen hebben. Dus we gaan terug naar selectie, load selectie, die we zojuist gemaakt hebben, subtract from selection. Hetzelfde effect als dit icoontje. Kijk maar. Hoppa! Dus we hebben nu alles geselecteerd, behalve de felle sterren en behalve de nevel. Filter. SC Astro. Gradient Exterminator. Nu zit hem op Fine High. En je zal zien dat hierna zie je echt de gradient is zo goed als verdwenen. Hoppateetje. Ctrl D. Het ziet er redelijk netjes uit, toch? Ik zet deze even in de groep voor dit. Ik maak niet alleen gebruik van kleurtjes, namen, maar ook van groepen. Dit is de Gradient Exterminator groep.
Ik zei al kleurtjes, dus deze maak ik mooi paars. Het volgende wat we gaan doen is, we gaan de achtergrond gaan we levelen. We gaan die donkerder maken. En dat doen we aan de hand van een levelslaag. Je ziet hier dat de curve begint op dit punt. Dat betekent dat we hem eigenlijk helemaal hier naartoe kunnen trekken. Want hiervoor zit niets. Alleen, wat er nu gebeurt, je duwt je achtergrond nou zo donker, en dat zei ik tijdens het begin, in het begin van die presentatie, je duwt nu zoveel achtergrondlicht weg, lichtvervuiling weg, dat je ook je data weg gaat drukken. Dus dat moeten we dus niet doen. We moeten dit houden op een punt dat je nog een stuk achtergrond ziet. Ja, wat is dan mooi. Zoiets. Het is ook niet erg dat de achtergrond niet helemaal donkerzwart is. Hè? Dat hoeft ook niet. Dus ik vind dit wel netjes. Deze zet ik hier neer. Red op het beetje. De volgende stap die ik ga doen. Ik ga nu de Orion nevel eruit trekken. Het stretchen, zoals ik al zei. Dat doen we aan de hand van een curve-laag. De eerste actie die ik doe, ik druk hier op het kroontje. Daarmee gaat hij het histogram opnieuw berekenen aan de hand van deze onderliggende lagen. En je ziet, het histogram is nu een stuk gevulder, duidelijker. De bedoeling is van deze curve-laag dat we de achtergrond gaan vastankeren. Dus de achtergrondbrightness gaan vastankeren. En een stukje van de brightness van de nevel pakken en dat stukje gaan uitrekken. Klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Ik klik op het vingertje. Daarmee kan je ankers zetten. En ik pak dan het donkerste stuk van een foto. Nou, dat is een pak een beetje hier. Hoppa. En dan zie je dat hij hier een anker plaatst. Doe ik nu hetzelfde met een stuk nevel, plaatst hij daar een anker. En de truc is dat omdat dit anker vastgepind staat en we deze omhoog gaan trekken, dat er op dit punt van de helderheid niets gebeurt. Kijk maar, want als ik naar de output ga en ik duw dit met mijn pijltje omhoog, simpelweg naar boven. Zie je wat er gebeurt? De nevel wordt helderder, maar de achtergrond blijft zo goed als intact. En dat is exact ook wat we willen. Wat we wel zien gebeuren, ik maak deze oranje. Wat we wel zien gebeuren, is dat dit nu weer gaat overbelichten. Dan kunnen we alweer een camerarolfilter pakken, maar dat is onzin. Kunnen we er ook voor zorgen dat de curve-laag minder wordt toegepast op dit gedeelte. Daarvoor hebben we maskers in Photoshop. Een masker is dat witte vakje hier. Dat alles wat wit is in dat vakje, wordt ook het filter of de tool op toegepast. Alles wat zwart is, wordt de tool niet op toegepast. Met al zijn tussenliggende grijswaardes. Dus als ik nu naar mijn brush tool toe ga, en ik zorg dat dit op zwart staat, 000 zwart, en ik zou hier een stukje uitknippen, hier, dan wordt deze tool niet toegepast op dit gedeelte. Alleen dit is natuurlijk niet mooi. Dus wat ik ga doen, ik ga hier naar de instellingen van de kwast. En ik ga de hardheid van de kwast gewoon helemaal op 0 zetten. Als ik dan klik doe, is het al wat mooier. Nog steeds niet, je ziet nog steeds een verloop, maar het is al wat mooier. Kunnen we ook nog gebruik maken van opacity. Dat is de dekking van elke keer klikken. Als ik die op 20 zet. En ik doe nou 1 keer klikken. Hier wordt hij heel licht toegepast. Maar als ik dat nou een paar keer doe. En elke keer maak ik de kwast een tikje groter. 3, 4, 5, zoiets. Kijk, en nou heb je echt een waanzinnig mooi verloop. Als ik nu even door Ctrl op dit masker te klikken, dan zie je ook wat het masker daadwerkelijk is. Dit is wat we zojuist ingetekend hebben. Terug. Er zijn nog een paar onderdelen waar ik dit op toe zou willen passen. 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1. Oh, een paar keer klikken. Op zich hebben we nou een redelijk mooie stretch gemaakt. We zouden zelfs nog een keer kunnen stretchen. Dat ga ik ook doen, want ik denk dat we er meer uit kunnen halen. Dus weer op het kroontje. Weer op het vingertje, weer op een zwart punt. Ik neem even een ander zwart punt. Hier. Ik neem even een ander gedeelte van de nevel. Hier. En doe 8 keer omhoog. Kijk eens, hier zie je nou echt iets gaafs uitkomen. Alleen die achtergrond wordt nou ranzig. Dus, wat kunnen we nou doen? Denk. Ik ga gebruik maken van een Luminosity masker. Ik klik hierop, op het masker. Ik ga naar Image, Apply Image. Eigenlijk alle default instellingen zijn goed. Oké. En zie wat hij gedaan heeft. Als ik nou Alt en op het masker klik, heeft hij van de foto een masker gemaakt. Dit is dus waar hij het masker op toe gaat passen. Wordt hij dan mooi genoeg? Hij mag iets meer contrastrijk. Dus dan kan ik doen de Image Adjustment Levels. En door dit bij elkaar te gaan duwen. Die achtergrond wil ik helemaal niet opgestrekt gerekt hebben. Zo, wat gebeurt er nu? Nou, in het hoera. Och! Zie je hoe prachtig dit is? Het enige wat we nou nog moeten doen is met diezelfde kwast, dit weer. Zorgen dat, dat dit weer niet opgelicht wordt. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 of zoiets. Ziet eruit, ja, zoiets. Zo. Op zich is het wel aardig, toch? Nu gaan we de plaat wat kleur geven. Meer kleur dan dat er al in zit. Dat doe ik. Ik maak eventjes hier een groep van. En ik noem die. Het stretch gedeelte. Nou doe ik dit heel simpelweg. Convert to Smart Object weer maken. We hebben hier dus het Smart Object. Hier kunnen we weer een camera rolfilter overheen gooien. Dat camera rolfilter is echt krachtig. Dat gebruik ik zo vaak. Je ziet hier ook alweer overbelichting. Dus het wit mag er nu helemaal uit. En alles wat we nu met het wit niet eruit krijgen, gaan we met de hooglichten eruit trekken. Let op! Als je de hooglichten eruit trekt, wat gebeurt er met je nevel? Die wordt er niet mooier op. Alhoewel, ik vind het trouwens niet slecht zo. Maar goed, het is niet de bedoeling om er hooglichten uit te gaan halen, zo min mogelijk. Dus, ik doe dit ook weer met de pijltjes toetsen. Nou is die eigenlijk al, is het al flink uit. Voor mij nog één tikkie. 2, 3, zoiets. Hoppa,
de hooglichten zijn verminderd. De witbalans, die moet op elkaar, moeten we op elkaar hier zetten. Dit histogram, het blauw, groen en het rode, dat moeten we om elkaar zien te krijgen, zodat het histogram een grijs grafiek wordt. Het meeste van dit histogram zit toch in de achtergrond, dus dat kunnen we mooi als eikpunt gebruiken. We zien dus, er zit te weinig blauw in. Dus we duwen er meer blauw in. Nou, eigenlijk, dit is al redelijk goed, toch? Dat vind ik niet verkeerd. Iets te weinig paars. Zo. Ja, dat is niet slecht, toch? Zo. Om nou dit iets genuanceerder te kunnen doen, zetten we de vibrance en de saturatie op maximum. Let even niet op die plaat, dat is even niet belangrijk. We gaan nu puur kijken naar de grafiek. Zit er nog steeds te weinig paars in? Nu kan je dus veel nauwkeuriger zien wat er ontbreekt. Zit er iets te veel blauw in? Nou, dit is heel stuk redelijker. Dit weer op nul. En dit is wat we eruit krijgen. Hij ziet er een stuk grauwer uit dan eerst. Mee eens. Maar het gaat ons nu puur even om de witbalans. En die witbalans is belangrijk voor die achtergrond. We zien hier wederom dat door het verschuiven er weer wat overbelichting is opgetreden. Dus met die hooglichten moeten we iets verder naar beneden. Want overbelichting wil ik gewoon niet hebben in die plaat. Dat is gewoon lelijk. Zoiets. En we gaan hier wat verscherping op toepassen. Ik gebruik meestal 50%. Maar ik wil de verscherping niet over heel de plaat. Alleen maar op dit mooie stukje nevel. Een paar sterretjes. Dus ik ga een masker toepassen. Met deze schuif kan je een masker bepalen. Dus een masker is waarop wordt de verscherping toegepast. Door Alt ingedrukt te houden. En dan te gaan schuiven. Dan zie je het masker wat gebruikt wordt. Eigenlijk is dit al een mooi masker. Want je ziet dat hij hem hierop toepast en op die paar sterren. Nou, dit is eigenlijk hartstikke mooi. Eigenlijk is het best wel gaaf. Wat we verder nog kunnen doen is een HSL-filter. Dat is de Hue Saturation Luminance. Wat doet dat? Heel simpelweg, als ik nou het blauw omhoog gooi, gooit hij er meer saturatie in. Of naar beneden gooit hij er minder saturatie in, etcetera, etcetera. Maar dit gaan we wel slim toepassen. Want ik wil niet zomaar overal saturatie in hebben. Ik maak gebruik van het Target Adjustment Tool. Dat is het knopje hier. En ik ga bijvoorbeeld op het blauw gaan schuiven. Blauw mag er ietsjes... Dat hoeft niet al te veel. Het paarse, dat is een ander verhaal. Dat mag er voor mij wel vet in eigenlijk. Zoiets eigenlijk al. Het paars mag er lekker uitkomen. Want het blauw komt er al lekker uit. En het paars wil ik er ook uit hebben. Je ziet dus dat er eigenlijk drie kleuren in zitten. Dat is blauw, paars en een heel klein beetje magenta. Hoofdzakelijk blauw en paars. Dus we gaan ons concentreren op het blauwe en paarse. Gaan we naar de luminance, de luminantie, dus de helderheid van die kleuren. Kunnen we bijvoorbeeld het blauw donker maken, of juist licht maken. Of we kunnen zelfs met het paars kunnen we doen, of dit. Nou, deze zijn natuurlijk de overdrevene. Maar ik zit eraan te denken om het paars iets donkerder te maken. Nou, zoiets mag zeker wel. En vet wordt dan als je het blauw iets opkrikt. Nu liggen de waardes iets te ver uit elkaar, dus ik maak dit weer iets lichter. Nou, zoiets, vind ik niet verkeerd. Misschien op min 15 zelfs. Dit mag iets donkerder, dus iets te veel. Nou, ik vind het niet slecht. Ik mag dan weer iets donkerder, een beetje vet. Zoiets, nou, ik vind het wel gaaf eigenlijk. Zou je nog met Hue kunnen spelen? Dan kan je hier de kleuren van, in dit geval blauw, mee aanpassen. Dat willen we niet. In dit geval dit.
op zich. Ik kan niet om leuke dingen mee doen, maar in dit geval doe ik het niet. Zit, hoppa. En we hebben onze Orion al redelijk tof. Ik wil nog wat ruisreductie toepassen. Een ruisreductie doe je altijd lokaal. Dus daar bedoel ik mee, niet op alles moet je ruisreductie toepassen in de plaat. Daarvoor ga ik hier weer een smart object van maken. Want het volgende filter wat ik ga gebruiken, wil ik alleen maar op de achtergrond en de stukjes donkere nevel toegepast hebben. Dus hier die achtergrond, daar zit ruis in. En dit soort stukjes nevel. Hier zal vast wel ruis in zitten, maar dat zie je amper. Dus daar wil ik die ruisreductie niet op toegepast hebben. Ruisreductie doen we weer aan de hand van een camera-rolfilter. Wat ik al zei, dat camera-rolfilter is echt krachtig. Want hier bij dit knopje, bij dit menuutje, heb je ook hier noise reduction. Dus we gaan even kijken wat die ruis exact inhoudt. Nou, dat is best wel veel. Dus als ik hier een klein beetje ruisreductie, nou hij maakt hem iets mooier, maar ik denk dat het voornamelijk in de kleurruisreductie zit. Oeh, kijk eens, hij wordt hier al redelijk weggehaald. Twee keer zo hoog. Oh, kijk eens wat er gebeurt met die achtergrond. De ruis is nu, nou, helemaal weg zal hij nooit, maar hij is zo goed als weg. Het is niet helemaal mooi dit. Nou, laten we hier even ophouden. Oké. Okay. Maar wat ik al zei, dan wil ik die ruisreductie niet op de nevel hebben. Dus ik ga hier, zo hetzelfde wat ik net heb gedaan, image, apply image. Standaard settings zijn al goed. Maak je hier dit masker. Alleen, dit masker zegt nou, stop hem wel juist op de... op de nevel en niet op de achtergrond. Wij willen het andersom hebben. Dat doe je heel simpel door Ctrl-I in te drukken. Draait hij het masker om. We willen het contrast iets verdikt hebben. Dus de levels. Maak het zwart en maar meer zwart. Ik denk als hij hem zo toepast, dan heb je een redelijk masker te pakken. Richten. Zo, nou heb je een redelijk masker te pakken, denk ik. Oké. Wat gebeurt er nou met de plaat? Want je moet elke keer weer terug naar de plaat om te kijken, hè? Uit. Je ziet hier dit. En dan weer aan. Nou, dat is redelijk. Dat is redelijk. Ik wil nog meer verscherping in de plaat, want dit bijvoorbeeld, kan netter. Dat doen we aan de hand van een hoog doorlaatfilter, een high pass filter. Nou, doen we door deze laag te kopiëren, Ctrl-J. Halen we even dit filter eraf, want het gaat nu om het high pass filter. Filter, order, high pass. En hoeveel high pass zetten we erop? Een high pass is in feite het accentueren van de details. Als je inzoomt, je hebt hier het kopje, ik zou hem bijvoorbeeld op 24 zetten. Zie je dat de details, de diepte, die worden gewoon extra geaccentueerd. Normaal gesproken voor een normale astroplaat... 600 bij 6000 bij 4000 pixels is een factor 6 voldoende.
We zagen echter dat deze plaat een stuk groter was als 6000 pixels bij nog iets. Ongeveer anderhalf keer zo groot. Dus ik hou hier ook een radius van 9 pixel aan. Ik maak hem gewoon iets groter. Nou, dit is dit masker. Sorry, dit filter. En ik wil eigenlijk dit masker wil ik ook gaan gebruiken voor dat filter. Want je ziet ook dat je hier die ruis die we net gereduceerd hebben, die komt nu weer terug. Alleen op een andere manier. Dus ik kopieer gewoon dit masker en ik zeg hier maak een masker. Op die laag. Je ziet dus dat het grijze wordt nu toegepast op alles wat helder is. De grijze heb je niet zoveel aan, dus we zetten dit op overlay. En kijk eens wat er nu gebeurt. Ik zal hem even inzoomen. Filter uit, filter aan. Filter uit, filter aan. Het gaat vooral om dit kopje. Dit mag er zelfs iets af. Dus hier mogen we zelfs de levels. We mogen echt wel een stuk. Hoppa. Kijk eens. Precies waar we het op willen hebben. Nou, is dit mooi of niet? Vragen? Nou, ik dank jullie allemaal voor de aandacht. Thank you.